Hi, terug van weg geweest. Ik ben natuurlijk niet echt een vlogger, maar ik vind het leuk om af en toe gewoon wat dingetjes met jullie te delen. Daardoor is het ongeveer 2 maanden of iets langer stil geweest. En nu ga ik weer proberen wat dingetjes bij te houden voor jullie wat ik allemaal ga doen. Vandaag ga ik eerst afspreken met een van mijn beste vrienden. We gaan naar een café Cereal and Chill. Klinkt heel spannend, maar het is een café met allemaal leuke en lekkere cereals. Ik kan er ook gamen. Het is een soort van 90s café. Maar ik heb het eigenlijk gekozen omdat het gewoon heel dichtbij is hier waar ik woon. Dus daar kan ik zo naartoe lopen. En daarna heb ik een afspraak met Sharifa. Dat is een vrouw die ik heb ontmoet bij het feestje van mijn nieuwe uitgever van 2 weken geleden. En zij heeft een heel tof concept over jonge meiden en onzekerheden, wat ze wil gaan opzetten. Dus ik ben heel benieuwd wat zij heeft te vertellen, want misschien komt daar wel een leuke samenwerking uit. Mijn arm wordt lam. maar ik ga nu lopen en Do ontmoeten. De uitgever, want daar ga ik namelijk officieel mijn contract tekenen, want ik ga een boek schrijven. Hoe tof, dus echt een van mijn grootste dromen eigenlijk al, van dat ik een klein meisje ben, mag ik nu eindelijk een boek gaan schrijven. En ik kan er nog niet te veel over vertellen, maar het is echt een boek voor jullie. Jullie hebben er wat aan, hoop ik. Dat is echt mijn doel, dat ik jullie verder kan helpen. En ik ga nu naar de uitgever. Zal ik hem niet op jou richten? Ja. Oké, okay. Ja, zo gewoon recht op de lamp, zo koek. Op mijn eigen hoofd. Ja, dat is leuk, ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Woe! Ja, het valt ook mee dat hij niet overstroomt. Het duurt even niks zo ver. Ja, je bent er goed in. Nou, proost! Dat is een heel mooi en succesvol boek mag worden. Ja, dat hoop ik ook. Wat match je mooi bij de auto. Jawel, ze vindt het leuk. Ja, dat ga ik echt dragen gewoon hoor. Het kan bij je couvert, kan het. Anders ga je maar in slaap. Heel leuk. Nee? Ik heb een prijs eraan gelaten. Ik denk dat ik er een geluk van zit. Super bedankt. Ja, dank je wel. Het is 11:00 s'avonds en ik ben mijn koffer aan het inpakken. Ik ga namelijk morgen op een verrassingstripje met Timor voor mijn verjaardag. En ik weet dus niet waar naartoe. En dan vraag je dus, ja, wat moet ik dan meenemen? En dan krijg je, ja,
avondkleding, zwemkleding, comfykleding, alles eigenlijk. Dus ik vind het eigenlijk heel erg moeilijk. Ik vind verrassingen super leuk, maar aan de andere kant ook weer niet. Want ik wil graag gewoon weten waar ik aan toe ben. We gaan morgen dus al om 6:30 ergens heen. En Timur zei, ja, het is maar 1/2 uur van Amsterdam. En dan denk ik, ja, waarom is het dan... Waar moeten we dan zo vroeg op? Als we gewoon, weet je, in Nederland misschien naar een hotel gaan of zo. Waar moet ik om 6:30... Oh nee, niet opstaan, maar klaarstaan. Morgen ook geblinddoekt. Ik ga hier met een blinddoek op. Die moet ik op. Timur heeft me gewoon achtergelaten. Ik zat gewoon in de liftdeuren vast. Ah! Dus ik sta hier nu. En hij is gewoon weg. Met koffers. Ik zie een Uber. Op. Ik weet niet wat ik film. Vast. Schiet op. Hou me vast. Oh, we hebben haast. Oh, oh. Ah. Timur. Ik dacht dat ik zo leuk ben. Zijn er bijna en dan mag ik het zien. Het is echt niet leuk. Het is comedy. Ik zie je uit als een gek champignon, man. Dat klopt inderdaad. Stabiel op een step of op een fiets of iets lichts wat je kan besturen. Dus ik heb helemaal ook rode handen. Dat ik me krampachtig zit vasthouden. Want ik vind het zo eng, want het gaat best wel hard. Wat een mooie taart. Ja, maar je moet ook een stukje nemen. Nee. Ik heb een lekkere taart gehad. Een hele lekkere chocoladetaart. Met glitter. En Timur is op dieet, dus die wil geen taart. Dus ga ik dit nu in mijn eentje aansnijden. Er is geen mes. Dus ik moet het gewoon zo gaan doen. Nou jongens, dit wordt wat. Ken ik je niet? Ken ik je niet, sorry? Huh? Zeg dan. Nee.
Nou, we werden vanochtend wakker en toen zei Timor dat het vandaag nog een verrassing zou zijn. En toen uiteindelijk zei hij dat we gingen skydiven en dat wilde ik dus echt niet. Veel mensen hebben dat op hun bucketlist staan, maar ik niet, want ik word al misselijk in de auto. Echt een hel. En hij bleef maar volhouden en hij zei dat hij het heel lang geleden al had gepland en zo. En toen zei ik, nou ja, maar dan doe ik het dan wel, maar ik wilde het echt niet. Ik dacht, oh, Timor kent me echt niet, dat hij dit gaat plannen voor mij. En ik had echt buikpijn en ik had allemaal pilletjes ingenomen tegen reisziekte. Dat laat je me ook gewoon innemen. Ja, dat ging attracties. Goed. Ja, nee, maar ik had er echt 3 ingenomen of zo. Ik wilde echt heel graag naar Disneyland. Dat was echt gewoon een wens eigenlijk. En we zaten wel in de trein, die ging daar naartoe. En toen dacht ik wel van, wat een motherfucker. Zo dicht bij Disney en ik moet uit een fucking vliegtuig springen. En ik vond het wel echt heel tof dat hij maar iets had gepland. Maar ik dacht, skydiven, dat is echt niks voor mij. En nu gaan we dus naar Disney en ik moest heel erg van huilen. Back to more. Helemaal kut. En helemaal kapot. Ja. Pew, pew. Ik heb het echt zo ontzettend naar mijn zin hier. Moet je nagaan dat ik eerst dacht dat ik ging skydiven. En dat ik het ook nog eens wilde doen voor Timor. Omdat hij het dan allemaal had gepland. Al maanden van tevoren. Dit en dat. Maar ik ben zo blij dat ik in Disney ben. Want dit was echt number one op mijn bucketlist. En ik zeg het al 100 jaar tegen Timor. En hij zei maar, nee, ik vind Disney echt stom. En het is voor kinderen. En ik dacht, nou jongens, dit zit er gewoon nooit in. Goed, ik heb mijn voeten helemaal kapot gelopen in het park. Ik ga zo eventjes wat eten. En ja, het was de hele dag echt 31 tot 32 graden. Super warm. En dan sta je dan lekker in de rij. Overal ruik je zweet en vieze mensen. En dat is wel echt heel erg vies. Op een gegeven moment dacht ik, nou, ik ga eventjes aan mezelf ruiken. Ben ik het wel niet? Want ik rook het de hele tijd. En toen dacht ik, oh, nou, ik ruik nog best wel lekker. En dat komt, ik heb een nieuwe deo. En dat is de Deo Beauty Elixir. En het is voor sensitive skin. Super fijn natuurlijk, want ik heb altijd bulten, uitslag, weefsel gehad. Zoals je wel kon zien toen ik in mijn huis ging verbouwen, jongens. Ja, dat zag er niet goed uit, hè. Dus heel erg fijn dat dit voor sensitive skin is. Ook als je hebt geschoren en je spuit deo, dan heb je vaak wel bultjes en weefsel wat. En dat wil je niet. Ik laat mijn oksels laseren, maar ik heb zo'n gevoelige huid. Ik heb altijd overal last van. En van deze niet, dus dat is heel fijn. En hoe chill dat als je de hele dag buiten in de zon loopt.
dat je niet stinkt en dat je gewoon ook nog de deo ruikt. Want vaak denk je, oké, ik spuit nog maar eventjes opnieuw na 2 uurtjes, want ik ruik het niet meer. En deze blijft gewoon hangen, dus dat vind ik zelf heel erg chill. Ruikt dus ook echt heel lekker. Ik wilde hem nog leuk zo opdoen voor het beeld, maar hè? Ik heb alleen een badjas aan, dus laten we dat maar niet doen. En ik ga me nu lekker klaarmaken, want ik ga eten in Disney Village. En morgen weer een dag in het park. Nee, ik wil niet nog een keer in deze. We zijn net in Space Mountain geweest. We zijn in House of Terror geweest in de Studios Park. Vond ik ook afschuwelijk. Echt afschuwelijk. Mijn hele maag kwam bijna gewoon uit mijn mond naar buiten. Niks pussy. Ik kan er gewoon niet in. We gaan nog een keer in deze. Hallo! De enige die fruit eet in een park. Ik ben zo trots op je. Appel en de bananen. We zijn nu bij Electroland. Yes. Ga weg, jij mag niet in de vlog. En ja, we zijn ook wel moe en hebben spierpijn. En dit is de laatste keer in het park. En we hebben er zin in. Oh, we gaan weer verder. Nou, leuk. Nou, in elke attractie die we gaan is kapot.